Welkom, mij de schone taak om u door de after lunchdip heen te slepen. En dat wou ik doen met wat prikkelende opinies en stellingen die te maken hebben met privacy. Als ik de vorige spreker, Ot van Dalen, mag geloven, dan is privacy echt helemaal over, voorbij. De NSA, GHAQ en al die andere organisaties weten alles wat we doen van dag tot dag, van moment tot moment. Maar ik wil toch stilstaan bij een aantal zaken die je vaak te horen krijgt als je met een particulier praat over privacy. En een van de dingen die je heel vaak hoort is de opmerking: ja, maar ik heb toch niks te verbergen. Nou, wat ik probeer duidelijk te maken in deze presentatie is dat iets te willen verbergen hebben en privacy, dat zijn eigenlijk gewoon heel verschillende dingen. Nou, zoals Walter al zei, mijn naam is Artie Donkers. Ik werk volgens mij al sinds 1991 voor mezelf. Sinds 2012 ben ik partner bij ITSX. En mij wordt vaak gevraagd, wat doet ITSX nu? Nou, ITSX doet eigenlijk de zachte kant van informatiebeveiliging. En dan moet je denken, niet aan de harde technische pentesten, maar de audits, het opstellen van beleid, het maken van awareness sessies, mensen bewust maken van dingen. En een van de zaken die ik zelf heb gezien is dat privacy echt een heel belangrijk iets gaat worden. Het CBP, het College Beschermings Persoonsgegevens, is nu een soort papieren tijger zonder tanden. Ze mogen een boete opleggen van €4.500. Nou, dat is goedkoper dan een weekje een consultant inhuren. Dus heel vaak wordt die boete gewoon geaccepteerd. Maar dat gaat in 2016 veranderen. In 2016 komt er een wet van kracht waarbij de maximale boete die je als bedrijf kunt oplopen als er iets mis is met je privacy of als je de gegevens van je klanten of je burgers niet goed beschermt, die kan oplopen tot 5% van je bruto omzet over de hele groep heen. En dat geldt natuurlijk voor het bedrijfsleven en niet voor de overheid. Dat is de dubbele agenda die je soms bij de overheid ziet. Maar daarmee wordt privacy natuurlijk wel een serieus ding. En dan is de business case al heel snel gemaakt om dan toch maar iets aan privacy te doen. Nou, voor de mensen die het niet redden tot aan het eind van de presentatie, omdat ze toch lekker gegeten hebben. Ik heb geprobeerd in één sheet samen te vatten wat de boodschap van de presentatie is. En dat is de opmerking van: ik heb nog niets te verbergen, dat is prima, maar niet iedereen hoeft dat te weten. Loesje heeft dat echt heel prima samengevat. Je hebt gewoon recht om zelf te bepalen wie wat van jou weet. En of dat nou niets is of alles, dat maakt niet uit, dat recht heb je gewoon en daar hoeft niemand aan te tornen. Dus als je dit begrijpt, dan is de rest gesneden koek. Wat ik al zei, je presentaties die brengen feiten over, die proberen u wat te leren. Ik wil graag met u wat meningen delen. Dus het is soms wat gechargeerd gesteld, maar dat is puur bedoeld om u te prikkelen, zelf na te laten denken over de dingen die hier voorbij komen. Kijk, en iedereen heeft een mening, dat hoeft niet altijd dezelfde mening te zijn. Maar ik denk dat je in een discussie altijd wel tot een goed compromis komt, hè? In een poldermodel zoals we dat allemaal in Nederland aanhangen. Nou, privacy, wat is dat nu eigenlijk? Want dat is een heel raar begrip. Ik denk ook dat je privacy en het recht op privacy, dat zijn dingen die lopen heel vaak door elkaar. Ik heb het geïnterpreteerd als volgt: privacy heeft te maken met al die dingen die jou uniek maken. Of dat in het echte leven is en dat je gefotografeerd wil worden met een vergiet op je hoofd op je rijbewijs. Of dat de digitale sporen zijn die je op het internet achterlaat. Denk daar bijvoorbeeld aan de cookies die je moet accepteren tegenwoordig. Die cookiewet die komt mede hier vandaan. En mensen zeggen altijd: cookies zijn gevaarlijk. Nou, de cookies zelf zijn niet gevaarlijk. Het is alleen maar een tekstfaaltje wat Facebook of wie dan ook in staat stelt om jou uniek te identificeren. Dus als je weer terugkomt op die website, dan weet je: Artie Donkers is weer terug op Facebook of Artie Donkers is weer terug op Twitter. Dat is de reden van die cookies. Een interessante technische ontwikkeling, ik heb een technische achtergrond, dus dat blijft me bezighouden, is dat tegenwoordig men in staat is om aan de hand van de instellingen in je browser, allerlei andere zaken, zelfs zonder cookies jou uniek te identificeren. Iedereen heeft toch een iets andere instelling in zijn browser zitten, andere plugins. De schermresolutie is misschien net wat anders. En het blijkt dat als je zo'n fingerprint maakt over al die informatie die die browser naar zo'n website opstuurt, dat je dan eigenlijk geen eens cookies meer nodig hebt. Dus daarmee is ook die cookiewet die bedoeld was om ons te beschermen,
die is daarmee een beetje overbodig geworden. Dus privacy, voor mijn presentatie, gaat over al die digitale broodkruimels die je op het internet achterlaat. En als je die bij elkaar veegt, iemand in staat stellen jou uniek te identificeren. En het gaat ook over de data die je soms op allerlei websites moet achterlaten of waarom gevraagd wordt. En bij die digitale privacy spelen volgens mij twee begrippen een heel belangrijke rol. Dat is één, dat is het vertrouwen dat jij moet hebben als eigenaar van jouw unieke data, dat degene aan wie jij die data in bruikleen geeft eigenlijk, dat hij daar netjes mee omgaat. En dat hij daar alleen de dingen mee doet waarvoor je ze hebt gegeven. College Bescherming Persoonsgegevens noemt dat voor mij bewerkingscontracten. Daarin spreek je af wat je wel en wat je niet met die data doet. En je geeft die data in goed vertrouwen. En het blijkt gewoon dat dat heel vaak met voeten wordt getreden. Ze verzamelen allerlei informatie over je. En dat blijkt dan toch voor andere doeleinden gebruikt te worden. De voorbeelden zal ik straks laten zien. En naast dat vertrouwen is transparantie belangrijk. Je moet als organisatie kunnen laten zien dat je ook daadwerkelijk doet wat je belooft. En dat doe je door dat op een transparante manier te doen. En ik kan me heel goed voorstellen dat als straks in 2016 die wet van kracht wordt waar ik het over had, dat je dan als organisatie die echt betrokken is bij de privacy, bescherming van de privacy van je klanten, dat je dan naast een financieel jaarverslag en een milieujaarverslag ook een soort privacyjaarverslag gaat geven. Dat je zegt van, nou, dit en dit is de data die ik dit jaar heb verzameld, daar heb ik dit en dit mee gedaan. En dat kan ik op deze manier laten zien. Dat is misschien een beetje vooruitlopen op de toekomst, maar dat lijkt me wel een hele goede ontwikkeling, omdat je dan als burger, als klant, als afnemer of wat dan ook, in ieder geval zeker weet dat er geen onoorbare dingen met die data zijn gebeurd. En die transparantie is wel leuk. Ik ken mensen die hebben hun eigen internetdomein en die gebruiken voor elke website waar ze zich registreren een ander e-mailadres. Dat is een heel makkelijk trucje. Op het moment dat je dan een mailtje krijgt naar dat e-mailadres van een hele andere organisatie, weet je dat die club waar jij je oorspronkelijk met dat mailadres hebt aangemeld, dat die zijn databestand heeft verkocht. Of misschien is dat bedrijf wel failliet gegaan en is die hele database opgekocht door een andere partij. En dat is wel een heel interessant mechanisme, heel simpel, maar zo kan je wel heel snel zien wie er wel en wie er niet zorgvuldig met je data omgaat. Nou, waarom is privacy belangrijk of wat zijn de ontwikkelingen? Ik heb geprobeerd een aantal actuele voorbeelden te verzamelen. En een van de dingen die ik een maand ongeveer geleden tegenkwam is dat je gezicht je paspoort wordt. Dat was een artikel dat stond in de Telegraaf, dus hoe betrouwbaar het is, dat laat ik even in het midden. Maar je kan je dadelijk op het vliegveld één keer laten inchecken met je gezicht. En daarna kan je door al die poortjes heen. En dan is je gezicht is jouw identificatie geworden. Ja, dat is natuurlijk hartstikke handig. Zeker als je dat combineert met dit bericht. Dat de NSA echt op hele grote schaal op het internet foto's van gezichten aan het verzamelen is. Kijk, en als de NSA het niet kan vinden, dan zijn er genoeg mensen die selfies maken en die brengen het als het ware bijna naar de NSA. Maar als je die twee dingen met elkaar combineert, dan wordt het, en ook als je kijkt naar het aantal camera's wat tegenwoordig en langs de snelweg en in allerlei steden hangt, dan is het bijna geen moeite meer om automatisch mensen te volgen, ja, langs de Rijksweg, wat ze doen in het centrum van Groningen of Amsterdam. En dus als je al dat soort stukjes informatie combineert, dan ontstaat er wel een beeld dat iedereen, dat men, Big Brother, weet waar je bent en wat je doet, eigenlijk bijna elk moment van de dag. Ander interessant, dit is uit het laatste privacyrapport van Access for All over 2013. En dat geeft aan hoeveel keer zij een opdracht hebben gekregen van de overheid om informatie af te tappen of toegang te verlenen tot mailboxen en andere persoonlijke informatie. En dat valt nog wel mee.
verkeersgegevens, 19 historische klantgegevens. Dat zijn de sites waar je naartoe bent geweest. En als je het dan hebt over, ik heb niks te verbergen, nou moet je maar eens iemands internethistorie opzoeken. Dit valt allemaal wel mee. Forensic images, dat is dus als iemand echt op een server is ingebroken. Maar dit staat in geen verhouding tot het aantal telefoontaps wat in Nederland plaatsvindt. We zijn, geloof ik, zowel in absolute als relatieve zin wereldleider in het aantal telefoontaps wat per jaar wordt uitgevoerd. En je kan je afvragen, wat zit daarachter? Dus men wil heel graag weten, met wie bel je, met wie mail je, waar ga je naartoe? Dit is een bericht wat echt iedereen een beetje wakker heeft geschud. De ING wilde graag betaalgegevens, betaalpatronen eigenlijk aan derde partijen beschikbaar stellen. Zodat een Albert Heijn of een andere uitbater kan zien waar jij je boodschappen doet en hoeveel je daaraan uitgeeft. Nou, misschien is de ING wel de enige bank die dat publiek heeft gemaakt en zijn er andere banken die dat al lang doen. Men wil graag weten waar haal jij je sigaretten of waar haal jij je drank en hoeveel. En ik kan me best voorstellen dat er verzekeringsmaatschappijen zijn die dat soort informatie graag willen weten, omdat ze dan precies het risicoprofiel kunnen bepalen van hun klanten. Als je rookt, dan betaal je meer premie dan als je niet rookt, bijvoorbeeld. Nou, de vorige slide ging over de ING, dit gaat over Equens. Equens is eigenlijk de spin in het web van al die betalingen. En die heeft hetzelfde geprobeerd. Alleen het volume bij Equens is nog vele malen groter dan bij alleen de ING. En dit soort berichten, dat is redelijk onder de radar gebleven. Er is wel een hoop interne strubbelingen over geweest. En men heeft dat toch ook vanwege imagobeschadiging gewoon gezegd, nou dat doen we dan toch maar niet. Ja, maar ook daar, dat zijn de dingen waar men toch wel heel erg in geïnteresseerd is. Dit is nog van, volgens mij, een week geleden ongeveer. Vodafone, zo'n telecomprovider die echt door de hele wereld zit, die werkt vrijwillig en zelfs zonder aanvraag mee aan het aftappen van allerlei telefoongesprekinformatie. En dat zeggen ze, ja, dat doen we niet in Nederland, maar er zijn blijkbaar wel andere landen waar dat gebeurt. En je kan je afvragen, ja, dat Vodafone-netwerk is één groot netwerk, of ze toch per ongeluk niet af en toe ook in Nederland of ergens anders dat soort informatie aftappen. En dit sluit dan ook aan bij het verhaal van Ott, dat er toch wel op hele grote schaal, in de vorm van die zogenaamde sleepnetten, dus het helemaal leegvissen van die datavijver, dat daar toch wel een hele hoop informatie wordt verzameld. Nou, en als we niet oppassen, dat is het moeilijke van privacy in mijn ogen. We beginnen op misschien niveau 10 en het brokkelt elke keer een heel klein stukje af. We zitten nu op 9,5, straks zitten we op 9 en het wordt steeds minder. En het wordt ook moeilijk, of het is bijna onmogelijk om weer van een 7 naar een 8 te komen of om het weer te herstellen zoals het was. En je ziet ook, en dit was volgens mij 8 juni, dat is nog niet zo lang geleden, berichtje op security.nl. Waarbij je zegt, nou, Facebook-generatie verspilt de privacy omdat het 1984 niet kent. Nou, 1984 is hier niet het jaartal, maar dat is het boek van George Orwell. Waarin wordt gewaarschuwd voor zo'n Big Brother-achtige maatschappij. En blijkbaar vindt men, de nieuwe generatie internetgebruikers vindt het publiceren van informatie over waar je geweest bent, op welk feest je bent geweest en hoeveel likes je daarvoor hebt gekregen, is belangrijker dan het beschermen van je informatie. En daar moet je toch mee oppassen, want er zijn gevallen bekend dat mensen in hun studietijd allerlei leuke foto's op het internet hebben gezet, die ze vervolgens bij de sollicitatie een beetje ongemakkelijk uitkwamen. Het internet is net een soort olifant, het vergeet nooit. En ik weet dat er een hele hoop bedrijven zijn die als zij kandidaten hebben voor een bepaalde functie, dan spitten ze ook Twitter af en Facebook en LinkedIn om te kijken wat hebben die mensen gedaan in het verleden. Wat voor soort
persoon is dat, kan ik daar een soort profiel van opstellen. En dan kom je toch heel vaak van die foto's tegen die je toch liever privé had gehouden. En nogmaals, tegenwoordig heb je bij Google volgens mij voor Europese gebruikers de vergeet mij knop. Dus je kan aan Google vragen om informatie over jouw persoon te wissen. Maar dat is volgens mij alleen in Europa en dat is niet ergens anders. Dus ja, dat is heel erg afhankelijk van waar je bent, wie je bent en waar je de aanvraag van doet. Dus dit is echt een ontwikkeling die ons allemaal raakt. En vaak pas als het te laat is, merk je dat en dan kan je niet meer terug. Ja, en als je dan pech hebt, dan kijk je terug en dan blijkt George Orwell nog eigenlijk heel optimistisch geweest te zijn. Ik kwam vanochtend nog een plaatje tegen waarin stond van, nou, 1984, dat boek. Dat wordt door veel mensen nu gezien als een soort handleiding van hoe richt ik een Big Brother maatschappij in plaats van dat het een waarschuwing is. Dus dat is de andere manier om er tegenaan te kijken. En soms neemt het gewoon al een beetje die Kafkaiaanse vorm aan. Ik wil geen doempreker zijn, maar er zijn genoeg voorbeelden bekend waarbij mensen, personen, individuen toch in een situatie terecht zijn gekomen omdat ze ergens verkeerd geregistreerd stonden in een computersysteem. En dan krijg je dat Little Britain-achtige verhaal van computer says no, terwijl je toch wel degelijk degene bent die je zegt te zijn. Maar ja, leg dat maar eens uit, want de computer maakt nooit fouten. Ik bedoel, dat is dan ook zo'n antwoord dat je heel vaak krijgt. Ik bedoel, het staat in de computer, dus zal het wel goed zijn. Ik weet niet, is iedereen bekend met Kafka? Het proces heet dat boek, geloof ik. Waarbij iemand echt helemaal door het systeem wordt vermalen. En voor mij verandert hij zelfs langzaam in een heel groot insect. Dus dat geeft wel aan dat je in sommige situaties echt tegen die bureaucratie helemaal niet opgewassen bent als individu. We hebben het hier echt over de individuele rechten van u en mij, van om jezelf te beschermen tegen dat soort misbruik. Nou, en dan, als je het dan met mensen over hebt, er was voor mij in januari een uitzending op voor mij Nederland 3 van, ik dacht de VPRO of van BNN, en dat ging juist over privacy. En dat de interviewer vroeg aan een hele hoop mensen op straat, nou, wat vindt u van privacy? Nou, ik heb toch niets te verbergen. Dat was dan het antwoord wat je in 8 van de 10 gevallen kreeg. En elke keer vroeg hij dan aan die persoon, maar heeft u ook gordijnen? Ja, zegt die persoon. En doet u die ook dicht 's avonds? Ja, nou dan heb je toch wat te verbergen of je hebt toch recht op privacy. Dus dat zijn die dingen waar je dan heel goed over na moet denken. En dat geeft een beetje de kern van de discussie weer. En ik heb hier een plaatje opgenomen van Obama. Ik bedoel, die had als verkiezingsleuze Yes We Can. Nou, als je nu terugkijkt wat hij allemaal gedaan heeft, dan kan je bijna zeggen Yes We Scan. Iedereen heeft altijd over George Bush zo'n beeld van dat hij een hele hoop van die vrijheden heeft ontnomen. Maar als je kijkt naar de groei van het budget, de groei van de NSA, dan is juist onder de regering van Barack Obama is dat echt bijna geëxplodeerd. Dus vandaar toch even dit kritische plaatje van Yes We Scan. Nou, Ot heeft u voor mij laten zien waar allemaal op gescand wordt en in wat voor omvang. Dus dat hoef ik verder niet meer uit te leggen. Nou, die volgende sheets, die eigenlijk dat argument van ja, ik heb niets te verbergen probeert te weerleggen, die zijn heel goed samengevat in dit bericht van de correspondent.nl. Daarin staat precies samengevat, hebben ze geclusterd van waarom dat argument niet opgaat. En een aantal van die dingen wil ik met u even doornemen bij stilstaan. Nou, je bent een individu. Je hebt eigenschappen die jou uniek maken. En zowel in de fysieke wereld als op het internet. Je hebt een eigen IP-adres. Je bezoekt dagelijks misschien een standaard setje aan websites. Je hebt een e-mailadres. Je hebt vrienden op Facebook. Je hebt misschien connecties op LinkedIn. Al dat soort dingen maken jou een uniek individu. En dat die unieke combinatie van digitale en fysieke eigenschappen, ja, die stellen iemand, de provider, de overheid, jou al in staat om jou gewoon precies te identificeren en te volgen op het internet of buiten in de buitenwereld. En daarnaast
ben je natuurlijk geen eiland. Je hebt relaties, je hebt familie, je hebt vrienden, je hebt een werkomgeving. En ik kan me heel goed voorstellen dat je in je vriendenkring over andere dingen praat dan als je bij je schoonmoeder zit of als je op je werk zit. En dan heb je niet echt iets te verbergen, maar je bent toch een andere persoon. Je hebt het over andere dingen dan als je samen bijvoorbeeld gaat stappen 's avonds. Hè, dan heb je het toch over hele andere dingen. En de dingen die je daar zegt, die hoeft dan ook weer niet iedereen te weten. Dus ondanks het feit dat je niks misdoet, je doet geen foute dingen, wil je toch die werelden gescheiden houden. Nou, en eigenlijk heb je altijd wel iets te verbergen. Denk bijvoorbeeld aan je pincode. Een tijdje geleden was er zo'n reclame van, je mag alles van me weten behalve mijn pincode. Nou, dat is dan een van de dingen die je toch niet met iedereen hoeft te delen. Ik kan gewoon zeggen, dat is mijn persoonlijke informatie. En die hou ik gewoon voor mezelf. En als je goed nadenkt over, heb je iets te verbergen of niet, dan heb je het eigenlijk over dingen als wat is goed en wat is fout, of wat is goed en wat is kwaad. Dat is een soort ethische discussie heb je het dan over. Ja, en dat is heel afhankelijk van de context en van de persoon wie je bent en waar je bent en wat je doet. Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat als jij nu in de sloppenwijken leeft in Rio de Janeiro tijdens het wereldkampioenschap, dat je dat gewoon als een mooie opportunity ziet om je levenssituatie te verbeteren door, zakkenrollen te spelen of andere dingen te stelen. Is dat dan goed of is dat dan slecht? Is dat vanuit het slachtoffer, als jij je portemonnee kwijtraakt daar, dan is dat natuurlijk hartstikke vervelend, hartstikke fout. Maar voor iemand die 15 kinderen te eten moet geven, is dit misschien wel de opportunity van zijn of haar leven om zijn eigen situatie te verbeteren. Dus wat is dan goed en wat is dan slecht? Wat is dan fout en wat is dan slecht? Of wat is dan fout en wat is dan goed? Dus die discussie over, ik heb niets te verbergen, ik doe geen dingen fout. Dat komt vaak op dit soort ethische kwesties neer. Kan ik voor jullie definiëren wat goed is of fout is? Kunnen jullie dat andersom voor mij doen? Ik denk het niet. Ik denk dat ieder dat voor zich moet bepalen. En dat is afhankelijk van wie je bent, waar je bent. Wat zijn de dingen die voor jou belangrijk zijn? Als je je gezin moet te eten geven en de nood is hoog, dan maakt het je eigenlijk niet uit waar het geld vandaan komt. En wat nu goed is, of wat daarvoor doorgaat, dat is misschien 10, 20, 30, 40 jaar geleden was dat heel anders. Die situatie, die moraal, die verandert gewoon heel sterk. Als je 50 jaar geleden naar het strand ging en je gaat nu naar het strand, dat is niet te vergelijken. Dus ook daar geldt die discussie van, er is geen absolute waarheid wat dat betreft. Er is niet iets wat absoluut goed is of absoluut slecht is. De dingen veranderen in de loop van de jaren. Dus wat je nu doet en wat goed lijkt, dat kan over een jaar of over 2 jaar helemaal fout zijn. En het internet vergeet niet, dus dan moet je wel iets uitleggen of je moet zorgen dat het verwijderd wordt. Maar het is heel moeilijk om dat soort gebeurtenissen in het verleden weer ongedaan te maken. Dus als je zorgt dat het nooit op internet komt, dan hoef je ook niks uit te leggen of te repareren. Ik ben de eerste om toe te geven, iedereen die maakt fouten. Iedereen doet er wel eens iets wat hij achteraf had gezegd, dat had ik beter niet kunnen doen. En daar kan je dan gewoon van zeggen, dat is dan gebeurd, dat is jammer. Maar moet dat je hele leven blijven achtervolgen? Het is een beetje een soort knuffeldiscussie aan het worden, maar dit zijn wel belangrijke dingen. Want ook dit heeft weer te maken met het feit dat als je één keer die fout hebt gemaakt en je laat sporen daarvan achter op internet, dat blijf je dan soms heel lang achtervolgen. Dus ook daarvoor geldt, als je niets te verbergen, die fouten die je hebt gemaakt, waarvan je nog sporen van terug kan vinden, misschien wil je die juist wel verbergen. Of wil je daar liever niet aan herinnerd worden.
En dan weet je eigenlijk niet, en dit is dan meer vanuit de optiek van de overheid of grote organisaties, van wat willen ze nu eigenlijk van je weten? Want wat jij belangrijk vindt, dat kunnen zij niet belangrijk vinden. En andersom. Als jij elke dag dezelfde weg rijdt naar je werk toe, ja, dat is voor jou misschien bijna een soort automatische piloot. Maar misschien vindt de overheid dat wel heel interessant dat je elke dag daar langskomt. Ik weet dat er bij Zwolle staan volgens mij ook camera's die kentekenregistratie doen. Dus als je elke dag daar langskomt en op een gegeven moment niet meer, ja, dan is dat toch een signaaltje, er is iets anders aan de hand of er gebeurt iets. En voor mij is er op de, ik dacht dat er op de A12 ook een soort systeem is dat jouw kenteken wordt geregistreerd. En als je buiten de spits tijden daar langskomt, dan krijg je een beloning of je krijgt korting. Er is zo'n soort systeem. Dus ook daar wordt dat soort informatie geregistreerd. En dat is voor jou zelf misschien helemaal niet zo belangrijk. Maar dat kan voor de overheid of Rijkswaterstaat of een hele grote organisatie best wel interessant zijn. Hetzelfde geldt voor Facebook. De connecties die je hebt, de vrienden die je daar hebt. Misschien wil jij alleen maar zoveel mogelijk vrienden hebben. Ik ken mensen die creëren Facebook-accounts met 5000 vrienden en die verkopen ze dan door. Ja, dat is ook een business misschien. Maar de manier waarop je tot die vrienden komt is voor jou misschien niet belangrijk, maar dat is voor Facebook wel heel interessante informatie. Want ze kunnen jou dan makkelijker profilen. En op een gegeven moment krijg je daar gewoon hele mooie gerichte advertenties voor of aanbiedingen voor. Wat is illegaal? Dat is eigenlijk een beetje in het verlengde van wat is goed en kwaad. Alleen goed en kwaad, dat heeft dan meer een morele betekenis. Illegaal, dat heeft natuurlijk meer juridische consequenties. En ook daar, dat is continu aan het veranderen. 40 jaar geleden was het illegaal om wiet te kweken. Nu wordt het gedoogd en over een tijdje is het misschien gewoon legaal. Of je mag 5 planten hebben voor eigen gebruik, dat soort zaken. Maar dat geldt dan in Nederland. Als je dat in Amerika doet, ja, dan ben je gelijk een hele zware crimineel. En dus ook daar moet je gewoon kijken, in welke context, waar hebben we het nou over? Wat doen we daarmee? Dus ook daar, dan heb je in Nederland misschien niks te verbergen. Maar als je een keer naar Amerika gaat, dan moet je daar toch even nee zeggen als ze vragen van, ja, heeft u iets met drugs of heeft u iets met drugs te maken gehad? Ja, want anders kom je gewoon dat land niet in. Ja, dus dan heb je toch een soort motief om iets te verbergen. Nou. De vraag is natuurlijk, is de overheid te vertrouwen? Er zitten hier vast wel mensen die bij de Rijksoverheid werken. Dus, ja, in mijn ogen heeft de overheid altijd een dubbele of een driedubbele agenda. En deze man heeft dat, Brenno de Winter, die heeft dat aan de lijve ondervonden. Een tijdje geleden was het op NCRC-congres. Dan gaf hij ook aan van dat hij tijdens die nucleaire top tot een soort persona non grata was gebombardeerd. Omdat hij nog wel eens iets zou kunnen schrijven over die top. En dat is dan een boodschap waar de overheid niet op zat te wachten. Dus daar speelt dan op dat moment het belang van de overheid. Terwijl hij gewoon probeert zijn werk te doen. Hij probeert gewoon objectief, of in ieder geval vanuit zijn eigen optiek, berichtgeving te verzorgen over onderwerpen die ons bezighouden, die belangrijk zijn. Maar als dat niet strookt met het belang van de overheid, dan kan je nog wel eens in zo'n bureaucratische molen terechtkomen. En heb je dan iets te verbergen? Nou, ik denk het niet. Hij doet het open en eerlijk. Hij doet gewoon zijn werk. Hij probeert nog een soort geweten te zijn van de journalistiek in Nederland. Ja, met dat tot gevolg. En dan wordt hij actief gehinderd in de uitvoering van zijn werk. Nou, en ze maken fouten. Door diezelfde Brenno, die heeft een aantal keer, voor mij zelfs op kerndepartementen, is hij naar binnen gekomen met een Lichtbildausweis. Gewoon een Duits identiteitsbewijs, een vals Duitse identiteitsbewijs. En ja, dat is gewoon geaccepteerd. Nou, de overheid maakt natuurlijk ook nog gewoon andere fouten. Het is voor mij een zaak bekend van het UWV, waarbij een aantal mensen die ZZP'er waren, die waren verkeerd gecategoriseerd, waardoor ze allerlei bureaucratische romslomp over zich heen kregen. Ook dat was weer zo'n geval waarbij de overheid fouten maakte. En dan is het heel moeilijk als individu, dat verschil in
macht moet je even voor je blijven zien. Dan is het heel moeilijk om als individu dat weer gecorrigeerd te krijgen. Nou, heb je dan iets fout gedaan? Heb je dan iets te verbergen? Ik denk het niet. Alleen probeer het maar eens tegen die anonieme overheid die geen gezicht heeft. Probeer dat maar eens te veranderen. Ja, en ja, ik hoef u allemaal niet uit te leggen wat er gebeurt als er weer verkiezingen zijn. Ik bedoel, op het moment dat er verkiezingen zijn, dan worden er weer allerlei beloftes gedaan. En het is maar afwachten wat er na de verkiezingen gebeurt. Hè? Ik bedoel, zijn er andere belangen? Wat gebeurt er dan bijvoorbeeld met privacywetgeving? Wat gebeurt er met andere regels en richtlijnen die we met z'n allen hebben afgesproken? Het is heel moeilijk te anticiperen wat er over 3 jaar vanuit politiek en vanuit de overheid in Nederland regels en richtlijnen zijn wat dat betreft. Ja, dan moet je eigenlijk met wat je nu doet op het internet, moet je daar wel een beetje rekening mee houden. Dus dat is heel moeilijk om op zo'n bewegend doel te schieten en op zo'n bewegend doel je vizier gericht te houden. En daarop te anticiperen. Nou, is dan alles verloren hè, met in de generatie waarbij je selfies, dit was toevallig volgens mij zelfs een reclameactie van Samsung, maar waarbij mensen over zichzelf allerlei dingen posten, wat ze gegeten hebben, ze twitteren dat ze op het toilet zitten, al dat soort zaken. Kunnen we privacy gewoon vaarwel zeggen? Is het gewoon helemaal voorbij en over? Ja, is privacy dood? Dat is een van de dingen die ik ook laatst in een stukje heb geponeerd van, is het over en uit? Nou, ik denk het zelf niet. Maar er wordt wel aan alle kanten aangetrokken. Ik heb zelf geen Facebook-account, maar mensen die Facebook hebben, die weten dat je eigenlijk continu weer de nieuwe regels en richtlijnen en andere zaken moet accepteren. Waarbij elke keer weer die privacy wordt opgerekt. Ze willen toch weer net iets meer van je weten. En als ze nu niet in 1 stap kunnen doen, dan doen ze het dadelijk wel in 3 stapjes. Ja, want uiteindelijk, als je niet voor Facebook betaalt, dan ben je eigenlijk niet de gebruiker in mijn ogen, maar dan ben je gewoon het product. En ze proberen gewoon jou zo te profilen dat ze precies weten van nou, als we daar een advertentie heen sturen over dit of dat, dan hebben we 20% kans dat die gebruiker dat koopt. En dat is eigenlijk hetgeen wat een van de dingen is die Facebook drijft. Maar dat betekent dat ze precies moeten weten nou, waar je je boodschappen doet, welke websites je bezoekt en al dat soort zaken. Nou, dat geldt niet alleen voor Facebook, dat geldt natuurlijk ook voor Google en al die andere grote organisaties die gratis diensten aanbieden. Denk maar eens na van wat ze allemaal van je willen weten en hoe ze dat gewoon stapje voor stapje uit je proberen te halen. Nou, is dit de oplossing? Hè? Moeten we allemaal met een aluminium hoedje gaan lopen om te beschermen tegen allerlei aardstralen? Nou, ik denk het niet. Die mensen die hebben ook hun eigen omgeving, denk ik. Die hebben misschien wel wat te verbergen, ik weet het niet. Nee, er zijn gelukkig nog wat organisaties in Nederland en wereldwijd die ons helpen bij het maken van een vuist naar de overheid en allerlei andere organisaties. Een van die clubs is Bits of Freedom. Ik denk dat die heel goed werk doen. Dus als je ze wilt steunen, dan kan je dat altijd doen op hun website. En zij bundelen eigenlijk al die individuen, al die particulieren, onze belangen. En dat doen ze richting de regelmakers en de grote bedrijven. En daar vormen ze toch een iets groter machtsblok dan de ene persoon die daar net het slachtoffer van is geworden. Dus als je zegt, nou, privacy gaat mij ook aan het hart, dan kan je altijd deze partij ondersteunen. Nou, er is op het internet een heel groot archief, cryptome.org, en die verzamelen al die informatie die je over Snowden hebt gezien, die staat daar ook in. Die staat ook in dat archief. En daar kan je makkelijk in zoeken en daar staan ook allerlei andere berichten die gerelateerd zijn aan privacy en andere zaken die je als individu negatief kunnen raken. Dus ook daar geldt voor, nou, kijk eens op die website, misschien staat er iets tussen
waar je nog wat aan hebt. En gelukkig is er ook een aantal tools beschikbaar. Nou, Tails, dat is een bootable Linux distributie. Daar komen we toch even terug bij de techniek. En dat geeft jou automatisch een hele omgeving waar je via het Tor-netwerk anoniem zou kunnen browsen, als je dat echt wil. En dan hoef je verder niks aan te configureren. Je start hem op vanaf een USB-stickje of vanaf een DVD. En vanaf dat moment, als die gestart is, dan kan je daar anoniem het internet op. En als je hem afsluit, dan is alles weg. Dus dan heb je ook geen, in ieder geval geen sporen op je eigen computer achtergelaten. En als je dit slim doet, dan laat je ook heel weinig sporen achter op het internet. Dus de middelen zijn wel beschikbaar. Ja, het is alleen, ja, de drempel om ze te gebruiken is soms nog wat hoog. Maar als je echt wil, dan kan je hier wel een hele hoop privacy voor jezelf mee bereiken. Ja, en ik blijf van mening, en dat hoop ik dat ook duidelijk is geworden uit dit stuk, van ja, uiteindelijk bepaal je zelf wat er over jou op het internet terechtkomt. Hè, met foto's, selfies, Twitter, LinkedIn, noem het maar op. Dus probeer ook een beetje terughoudend te zijn wat je zelf op het internet publiceert. Want het komt altijd terug op het moment dat je het niet kan gebruiken. Nou, ik ben eigenlijk al klaar met de presentatie. We hebben nog wat tijd voor vragen. Dit is een mooie afsluiting. Dat is iemand die deed, heeft dat ook op DEFCON gedaan. Daar staat, nou, we suck so hard at security that there's a whole industry, InfoSec, whose sole purpose is to document all the ways in which we suck at security. Ik denk, als je moet samenvatten de informatiebeveiligingsindustrie, dan zou dit een cynische samenvatting kunnen zijn. Ja, want uiteindelijk blijkt het toch heel moeilijk voor iedereen, niet alleen voor ons als professionals, maar juist ook voor de gebruikers, om ja, op een hele eenvoudige manier toch jezelf en misschien de mensen om je heen te beschermen. Nou, ik ben door mijn sheets heen. Ik weet niet of er vragen zijn of dingen die men wil bediscussiëren. Wat mij opvalt in de discussie over privacy is dat je zet vaak een negatief scenario tegenover een hele duidelijke business case. Ja. Volgens mij zou je ook als individu veel meer hebben aan een positieve business case voor privacy. Waar heb je dat goed aan? Heb je al gedacht hoe je zoiets op kunt doen? Ik zou even, want voor mij, mensen achterin kunnen je niet horen. Als ik het goed samenvat, het gaat over dat privacy vaak vanuit een negatieve benadering wordt gedaan. En voor bedrijven is er wel een positieve business case om iets met die privacy informatie te doen. Is er ook een positieve benadering te kiezen voor je als individu om met die privacy om te gaan? Is dat een goede samenvatting? Ja, ik denk dat dat wel theoretisch mogelijk is. En dat zou bijvoorbeeld het patiëntendossier kunnen zijn, of het elektronisch patiëntendossier. En waarom? Daar staat natuurlijk hele gevoelige informatie in, maar op het moment dat jij een ongeluk hebt gehad, dan wil men wel heel snel weten wie jij bent, wat jouw bloedgroep is, of je allergieën, of je allergisch bent voor het een of het ander, om jou zo snel mogelijk de juiste medische hulp te kunnen geven. Dus dat zou een positieve business case kunnen zijn om op een goede manier met die privacygevoelige informatie om te gaan. Het enige wat je dan heel vaak ziet, is dat de manier waarop dat gebeurt, de invulling, de technische invulling, ja, die rammelt gewoon aan alle kanten. Hè, een centrale database op het internet waar iedereen bij kan, dat is dan niet de meest ideale oplossing van zo'n scenario. Wat ik dus wel gehoord heb, is dat mensen zeggen, nou, weet je wat, geef iedereen een USB-stickje waar je die informatie op kan zetten. En dat doe je dan, dat beveilig je dan misschien op een bepaalde manier. Maar dan komt vaak weer het kostenaspect naar voren. Hè. Privacy is leuk, zeg ik altijd maar heel veel bedrijven of organisaties zeggen, ja, het mag niet al te veel geld kosten. Of het mag de business niet in de weg zitten. Maar dat zou ik een iets positiefs vinden, als je dat op een goede manier met je privacy kan regelen. Alleen de invulling daarvan en de manier waarop het geïmplementeerd wordt, ja, daar moet je dan
heel goed naar kijken. Want vaak de ideeën zijn wel goed, maar de uitvoering die rammelt nog wel eens. Is dat een antwoord op je vraag? Ja. Deze ook mijn disclaimer, omdat bij de volgende vraag die ik stel, op de volgende slide gaf u aan van dat iemand zelf in control is. Maar is dat niet juist dat de definitie van privacy? Heeft u in de presentatie een aantal keer genoemd dat we met privacy moeten oppassen met wat we doen? Ja. Maar is het niet ook zo dat iemand die dat nieuwe begrip van privacy, dit, ik wil dan zeggen, uw stelling van privacy is nogal jaren 90. Ja. En als we dan kijken naar de huidige tijd, dan zou ik zeggen, privacy is iets waarbij de gebruiker in control is van zijn data. Mm-hmm. Ja. Is dat juist een stukje privacy wat ik zelf kan besluiten? En dan zou ik de stelling willen neerzetten dat de uw visie van privacy bij vlagen toch een aardige jaren 90. Nee. Ja, dat mag. Dat is het mooie van deze discussie. Ja, ik weet niet of dat goed uit de verf is gekomen, maar het probleem is vaak dat als je dat één keer getwitterd hebt, of je hebt allerlei foto's dat je dronken over een brug hangt, als je die hebt getwitterd of je hebt die gepost op je Facebook, dat niet meer terug te draaien is. Wat mijn boodschap eigenlijk is van, je mag dat zelf beslissen, maar hou er rekening mee dat wat je nu doet, dat je daar over een paar jaar last van kan krijgen als je bijvoorbeeld op die leuke baan bij de overheid of bij een bank zou willen solliciteren. Dan komt dat weer terug op het moment dat je dat niet kunt gebruiken. Het gaat erom dat je twittert die informatie of je publiceert die informatie eigenlijk gewoon voor je vriendenkring. Van kijk eens wat ik heb gedaan. Ik ben op vakantie geweest en ik heb dit en dit gedaan. Maar die informatie wordt ook bijvoorbeeld door zo'n recruitment agency gebruikt om is te bepalen hoe betrouwbaar je bent. Het probleem is als die informatie eenmaal in het digitale veld is, dat je er eigenlijk weinig sturing meer over hebt wie wat met die informatie doet. Mm-hmm. Twitter, dat ze op de wc zitten, dat die zich eigenlijk heel erg bewust zijn van wat ze doen. Nee. En juist ook heel zorgvuldig met die privacy-instellingen omgaan, vergeleken met de ouderen eigenlijk. Dat zou, ja, nou, als dat uw ervaring is, prima. Dan, mijn ervaringen zijn wat dat betreft iets anders. Dat er toch wel een hele hoop mensen in een vlaag of in een roes dingen doen. En dat ze dat daarna niet meer terug kunnen draaien. Dat is mijn ervaring met een aantal van dat soort acties. Dankjewel. Ik zou daar nog wel wat over willen zeggen. Want jij had dit voorbeeld met Big Brother. En als je dat boek leest, hè, dan hangt daar gewoon in iedere kamer een camera. Dus je bent je heel erg ervan bewust dat je in de gaten hebt gehouden. En als ik iets op Facebook zet, dan weet ik ook, hè, ben ik me daar ook bewust van. Ik zie mijn zoon van 13, die zit daar ook bewust van. Daar is mee bezig. Maar er gebeuren ook heel veel dingen die je niet in de gaten hebt. Profilen, allerlei gebieden. Wat jij net aangaf, zou je ook op de 14 jaar in de aanvallen van de Rotterdam, de politie de gegevens hebben gevoerd. En wat er nu aan de hand is, heel veel mensen denken van ja, privacy is niet zo belangrijk, dat ze in de gaten hebben. Wat er allemaal verzameld wordt, dat zie je ook. Dankjewel. Ja, mee eens. Oké, okay, hoeveel tijd hebben we, Walter? Walter is weg. Ah, ja. Ik weet niet, we hebben voor mij nog één of twee vragen, ja? Ja.
Ja. Nee, het zit meer in de hoek van wat je moet doen als er een keer een inbreuk is geweest op je beveiliging. De wet blijft bewust een beetje vaag op dat gebied, omdat ze A, willen dat mensen dat of bedrijven dat zelf kunnen invullen. Naar iedereen geweten, omdat zij niet alle context kunnen beschrijven waarin dat plaatsvindt. Het is meer aan de kant van de strafmaat om bedrijven en andere instellingen te motiveren om het goed te regelen. Maar je hebt allerlei zaken. Je hebt die wet bescherming persoonsgegevens. Er is zoiets geweest als de AV23. Dat was dan een algemeen document. Daar stonden wat leuke richtlijnen in. Ik verwacht niet dat dat veel concreter gaat worden. Maar dat men veel meer aan de strafmaatkant gaat zitten om die bedrijven en die organisaties te motiveren het dan nu wel goed te gaan regelen. Precies. Ja, dus je creëert wel weer een hele industrie eromheen waar weer allerlei mensen hun voordeel mee kunnen doen. Dat klopt. En ik verwacht zelf, tenminste als ik een bedrijf zou zijn wat met zo'n unique selling point aan je klanten of aan je afnemers of aan je gebruikers zou willen doen, dat je dan ook een soort privacyjaarverslag zou kunnen maken. Ik kan me voorstellen dat energieleveranciers die iets met slimme meters doen of grote overheidsinstellingen die van alle burgers informatie hebben verzameld, dat die zeggen, nou, dit is naast het financiële jaarverslag hebben we ook een privacyjaarverslag waarin we zeggen van nou, wij hebben deze informatie verzameld, daar hebben we dit mee gedaan en we hebben zoveel verzoeken tot openbaarmaking gehad. Nou, al dat soort zaken kan je daarin meenemen en dan laat je in ieder geval met die transparantie zien dat je er bewust mee om bent gegaan. Ja. Sorry, nog een keer. Ik verstond niet eens. Ja. Ja. Oh, dat ga ik fijn aan de organisatie. Die vraag die speel ik graag door aan de organisatie. Maar goeie vraag. De vraag was, nou, jullie zitten hier met z'n allen op een securitybeursconferentie. Jullie zijn bewust van de gevaren en voordelen daarvan. Jullie worden om de havenklap gefotografeerd en gefilmd. Wat gebeurt daarmee? Mag ik dat aan jou voorleggen, Walter? Nou, er zal een selectie van de foto's zal op de website geplaatst worden. Dat zijn geen portretten overigens, maar overzichtsfoto's. Maar mocht iemand daar bezwaar tegen hebben, dan kunnen ze dat gewoon aangeven bij ons. Dan doen we daar wat tegen. Maar goede vraag, ik vond het wel een mooie. Als er geen vragen meer zijn, dan... Oh, dat is nog één vraag. De lijstje achter het boekje, ja, dat is de aanwezigheidslijst. Ja, als je dat lijstje koppelt met gezichtsherkenning, dan kunnen we automatisch dan je foto's wissen als je dat zou willen. Nee, er staat voor mij alleen naam en bedrijf of instelling waar je van bent. Dus ja, aan de andere kant, met een beetje handig googlen en LinkedIn kom je dan ook al een heel eind, denk ik. Ja, precies. Oké. Dat waren de vragen. Dankjewel, Arthur. Ja, graag gedaan. Dankjewel.